Mijn naam is Lodewijk De Leu en dit is een nieuwe aflevering van Beginnen met Erfgoed. Op ik was hier live. Molnaars zijn een uitstervend ras. Heb jij een hart voor erfgoed en ben je gebeten door techniek, volg dan twee jaar cursus. Daarna ben je vrijwel zeker van een plaats als vrijwillig molenaar in je buurt. Molenaar Bartarts zet je alvast op weg met enkele eenvoudige tips. Bezoek zoveel mogelijk molens, vergelijk ze en loop eens een dagje mee. Ik ben Bart, ik ben uh, molenaar. Uh, na een carrière van 30 jaar in de verzekeringswereld ben ik daar uh, een paar jaar geleden kunnen, kunnen mee stoppen en wou ik mijn tijd. Uh, Invullen met iets anders, met iets totaal anders. Is dat mij wel altijd wel geïntrigeerd is. Dat is het werken met een molen. Als ik vroeger op de, op de baan zat en ik passeerde een molen. Dan moest ik even de auto, dan moest ik even de auto uit en een keer kijken. En een staakbol dat is een pracht van uh, Timmermans Kunst, een staaltje Timmermans Kunst nooit gezien. Uh, en zo ben ik uh, in 2014. Uh, cursussen beginnen volgen. Er worden twee jaarlijkse cursussen gegeven uh, om uh, molenaar te worden. 10 zaterdag voormiddagen uh, theorieles, 10 zaterdag bezoek aan de molen en dan 100 uur stage op water- en windmolen. Ik heb mijn stage watermolen gedaan op de Van Houbermeersmolen in uh, Massemen, en mijn stage op de windmolen, zowel op de molen Terullegem bij Alain Gouwblommen als op de Scheldero molen in Schelderode, deelgemeente Merelbeken, bij Paul Verschelden. Ik heb op elke molen heel veel geleerd. De Molen Terullegem is een houten staakmolen. De molen in Schelderode is een stenen beltmolen. De laatst gebouwde stenen molen, een bovenkruiger, dat wil zeggen een molen waarvan de kap met het wiekenkruis draait om naar de wind te kunnen zetten, is gebouwd in 1907 en is een zeer complete molen. Uh, daar wordt nog bijna wekelijks draait die en maandelijks wordt daar meel en bloem verkocht, dat daar zelf gemalen is. De cursus uh, wordt gegeven door een aantal zeer gedreven mensen, mensen die uh, al jaren ervaring hebben en die u werkelijk kunnen boeien. Uh, de, de bezoeken aan de molen, de molenaars uh, wiens molen dat wij bezocht hebben die hebben ons met open armen ontvangen en er is een zodanige vraag naar molenaars. Het is een uitstervend ras, dus we zijn dringend op zoek naar jonge gedreven molenaars dat echt geen probleem is om aan een goede stageplaats niet al te ver van uw woonst te geraken. Wie wordt er molenaar? Iedereen kan molenaar worden iemand die een hart heeft voor erfgoed, die heeft een, ta een tandje voor. iemand die graag een keer met een, een grote machine werkt en van die techniek houdt, die heeft ook alweer een tandje voor natuurlijk. Hè. Ik had voordat ik met een molen werkte, was het grootste machine wat ik mee gewerkt had, was een, een boormachine. En dan krijg je daar in één keer de, de watermolen. Dat was de eerste. In, in handen, dat is een serieuze verantwoordelijkheid, want daar zit een gigantisch restauratieproject achter dat heel veel tijd en geld gekost heeft. Na mijn stage is er proef afgelegd op de, op de Scheldroommolen en ja, dan is het een beetje. Normaal dat je na twee jaar, want je doet daar toch twee jaar over, dat je daar als molenaar, aan, als vrijwillig molenaar, aan de slag blijft. Uh omdat die molen kent je ondertussen ook. En ik ben persoonlijk er geen voorstander van van, van de ene molen naar de andere te, te hoppen. Eh, een keer dat je een molen kent en dat je weet hoe dat je met de lichten werkt en hoe dat je zeilen moeten voorliggen en hoe dat de windvang ter plaatse is, dan houd je je daar best aan. Een molen dat is een machine die vrij eenvoudig werkt, maar toch zeer. Minutieus moet behandeld en onderhouden worden. En het is, dat is vooral de moeilijkheid om te weten van wat mag ik doen en wat moet ik doen. Vooral dan in noodsituaties. Als de winter in een keer begint op te steken, als je een onweersvlaag krijgt, wat moet ik doen met een windmolen. Bij een watermolen doet zich dat niet, zo, niet zozeer voor, omdat je daar gewoon je, je, je schuif dicht zet en je hebt geen water meer. Van het ogenblik dat je geen water meer hebt, stopt, stopt je rad en kun je, kun je alles blokkeren. Met een windmolen kan gevaarlijk uit de hoek komen. En het is dan vooral door de weersomstandigheden dat dat, dat, dat kan gebeuren. Een serieuze regenvlaag, het, het niet voorleggen van de juiste zeilen, dus een foute zeilvoering, dat kan desastreuze gevolgen hebben. Het, uw, uw knopen waarmee dat uw zeilen vast liggen, niet, niet correct leggen, dat, dat kan fatale gevolgen hebben, waarbij dat u uw wiekenkruis begint zot te draaien, ofwel u blokkeert, of uw u, u zeilen komen los. Het is vooral die verantwoordelijkheid die zwaar is. Niet zozeer het werk, want dat is geen, dat is geen zwaar werk, maar de verantwoordelijkheid en op, op alle details letten. Kammen die loskomen, geluidjes die je niet normaal bent. Op, zoeken, op zoek gaan naar van waar komt dat geluid. Er zit iets los, er draait iets niet zoals het hoort. Dat is het moeilijke tussen aanhalingstekens. De tip die ik de mensen kan geven die geïnteresseerd zijn in molens, al was het eenvoudigweg om ze te bezoeken, bezoek er zoveel mogelijk. Ze zijn open met Elke open monumentendag. En er is elk jaar een open molendag. De ene in april, de andere in eh, september en oktober. Dus bezoek zoveel mogelijk molens. Maak een keer een afspraak met een molenaar. En zeg van kan ik een keer komen als je aan het malen bent? Kan ik, dan een keer, kan ik dan een keer zien? Je moet geen meester molenaar zijn om een keer een handje te komen toesteken. Het helpt. En ze gaan nu geen handelingen laten stellen met de molen, zolang als dat je er geen ervaring in hebt. Dat is, uh, dat, dat is logisch. Maar bezoek zoveel mogelijk molens. Koop een kaart waar dat de molens op staan, die zijn, die zijn te verkrijgen. En, en ja, rij, rij, maar, rij maar rond. Ja, als, je er, als je er vijf bezocht hebt, ja, dan, dan ga je kunnen beginnen te vergelijken. Hè. En dan, dan weet je, want het is, het is allemaal vrij eenvoudig hoor, de, de, de techniek. En dat je niet elke balk, want elke balk in elke molen heeft zijn specifieke naam. Dat je die niet allemaal kent van dag één, dat is logisch. Daarvoor volg de, volg de les. Ik heb op verschillende molens gewerkt. De windmolenaars die zeggen van de watermolenaars: dat is lui malen. Wat, wat moet jij doen? gij moet niks doen, je moet gewoon uh, water stuwen. En uh, je schof op en trekken en je zij bezig. En ik als watermolenaar, ik zeg dan tegen de windmolenaars... Ja, maar ja, jij hebt hoeveel dagen wind, de goede wind, per jaar? 80, 70, 80? Zondagen meegerekend, hoogdagen meegerekend? Ik kan malen wanneer dat ik wil. Dus ja, het heeft zijn voordeel gehad van, van, van op een windmolen te zitten, maar we hebben daar heel vaak op wind te roepen, die er niet kwam, en dat je dan terugkomt van Merelbeke en dat je 7 kilo gemalen hebt. In Massamen malen wij Galant 250 kilo per uur, want we hebben daar altijd water. Dus het is, veel, het is een stuk charmanter om in een windmolen te werken. Het is een stuk moeilijker en het geeft meer voldoening om in een windmolen te werken. Maar eh, naar rendement toe geeft mij dan toch maar de watermolen. Daar kun je altijd malen. Voor mij persoonlijk begint het plezier van het ogenblik dat je in de molen binnenkomt. De geur die in een molen hangt, de molen waar dat gemalen wordt, dat is met niks te vergelijken. Dat is de geur dat je zegt van ja, dat is het. En als je dan zelf aan de maalgoot staat en het graan dat je boven in de kar gekapt hebt, beneden, schoongemalen, gemalen, op de, op de fijnheid dat je zelf wilt in je zak Ziet glijden, dat is plezier, daar doe je het voor. En als je er dan nadien nog deftig brood kunt mee bakken, dan is je de Koning te rijken. Hè?